Hey, wat is zo? Welkom bij een hele speciale video hier op mijn kanaaltje. Want vandaag ging ik met mijn mama en mijn oma ontbijten. En toen hadden we het over kindertijd van mij. En toen kwam mijn moeder erachter dat ze er nog een hele bak met dingen had. Van toen ik klein was wat ik heb gemaakt. En het is legit een grote bak, zoals jullie hier zien. Hier zit alles in wat ik heb gemaakt. Oh shit, daar gaat het een en ander al. Vanaf toen ik klein was, ik ga het vandaag aan jullie laten zien. Ik weet niet of het allemaal in één video past. Misschien komen er meer delen online natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Help mij enorm. Als we 100 likes kunnen halen, zou dat awesome zijn. En we gaan gewoon een beetje kijken wat hierin zit. Dus laten we beginnen met het cijferboek van Chester, zoals je hier ziet. En je ziet ook echt hoe eens mijn naam had opgeschreven. Maar laten we het even hier liggen. Dan kan ik even deze grote ton met allemaal dingen van mij op de grond zetten. Laten we gewoon gelijk beginnen. Ik blader zelf wat open en dan laat ik het aan jullie zien. Nou, ik ben heel mooi in tekenen zoals jullie zien. What the fuck, Chester. Ik ga gewoon een beetje door dit ding bladeren en vertellen wat het is. Want voor mij was ik op dit moment dus 6 jaar oud. En ja, want ik heb hier een hele grote 6 moeten knippen. Oh shit, gaat het allemaal goed, ja. Het is echt helemaal kut verpakt. Dit is gewoon een paar jaar geleden dus. Bijna 10 jaar geleden is dit, want ik ben bijna 16. En holy shit, kijk dit jongens. Wat is dit? Waarom heb ik dit in mijn leven moeten maken jongens? Altijd ook van die kutmuziek toon had ik in dit boek. Ik weet niet, maar mijn basisschool had altijd muziekachtige dingen natuurlijk. Het is geloof ik niet dat ik 9 jaar was of zo. Want hier, oh het cijferboek. Natuurlijk allemaal cijfers. Zo lekker slimtjes zo. Hier zien jullie de 9. Ik weet niet of jullie het goed zien door het licht. Maar hier zien jullie de 9. En ja, ik heb dus allemaal van die gekke dingen zitten maken. En hier hebben jullie de 10. En ja, dit was nog gewoon een beetje kleuren. Dus dit is niet heel speciaal of zo. Dus laten we gewoon doorgaan naar het andere boek. En dat is dit hier zo. Dat is ook een mapje van mij. Daar staat ook hier mijn naam weer ergens op. Chesto. Dus even kijken. Die gaan we gewoon open doen. En oh my god, you're kidding me right now. Wat is dit? Getuigschrift uitgekend. Uitgereikt aan Chesto, omdat je leuk gespeeld en gewerkt hebt. Veel plezier in groep 3. Dit is dus mijn ding. Die kreeg ik in de je hebt de peuterspeelzaal. En hier ging je naar groep 3 geloof ik. Of 1 en 2 heb je gehad en dan ga je naar het echte leerwerk. En kijk hier even mijn kop. Kijk even mijn bek hier zo. Oh shit, je ziet ook nog wel aan mijn juffrouw erop staan. Je hebt ook mijn school misschien wel gezien. Ah, dan kennis ik toch niet meer op. Wat is dit? Waarom heb ik een... What the fuck? Ik heb dus een ding van een meisje aan mijn klas. En dat meisje heet Emma. Waarom de fuck ik dit hierin heb zitten? Heb ik die gewoon gestolen van haar? I don't know. Waarom heb ik dat ding hierin zitten? Oké, het zal wel. Het zal wel. Nou, die doe ik gewoon terug. Waarschijnlijk had ik die gewoon gestolen van haar. Nou, hier heb ik nog een heel boek natuurlijk. Met allemaal dingen die ik heb gemaakt. Ik zat laat maar zeggen op een christelijke school, omdat het gewoon heel erg dichtbij is. Ik zelf ben niet christelijk, maar hoe zeg je dat? Ik zat wel op een christelijke school. En oh my god! Kijk die foto hier! Kijk die foto! Ik ben deze persoon hier! Kijk dan! Je kent mijn oude trainingspak. En legit, ik ken mensen die op deze foto staan, daar hebben we nog als vriend. Zoals Tyrone en nou, Bas, die spreken niet heel vaak, maar die ken ik natuurlijk nog wel. Dit is echt legit leuk jongens, ik vind het echt leuk om te kijken. Dus hier gaan sowieso meerdere video's online komen. Oké, dit is het letterboek. Mag misschien dat ik die even los kan halen, want dat zit met zo'n ding apart vastgemaakt. Dus waar loopt dat helemaal? Dat loopt tot... Nee, dat is dit niet meer. Dat is deze nog wel. Tot waar loopt dit? Het zit helemaal aan elkaar vastgelijkt man. Nou, ik kan het niet meer, ik moet het los laten zien in ieder geval. Oh ja, hij is inderdaad al hier los, kijk maar. Het ding is gewoon, oh het is helemaal los, shit. Hoe ga ik dit vastmaken? Ik heb het weer gesloopt. Of was al gesloopt, I don't know, want het is 10 jaar oud of zo. Kijk, ik zit nu in de derde, ja het is 10 jaar geleden geloof ik. Deze shit is gewoon 10 jaar oud boy, besef. Besef dat die metalen dingetjes die jullie hier zien, zijn gewoon helemaal naar de tering. Jezus. Oké. Nou, even kijken, wat zat hier allemaal voor gekkigheid in? Hele mooie K die ik heb ingekrast. Wat was ik een retard met kleuren, man. Nou, een T van een tulp. En ik kan sommige dingen, als ik sommige dingen terugzie, die kan ik dan weer herinneren. Net zoals een schrijfboekje, die zie jullie dadelijk ook wel weer. De S van sneeuw. En dit lijkt echt op wat anders dan... dat verf had ik om mijn dingen op
geklapt. Maar ja, dat laten we daar over uit. Nou, hier moest het patent dat het een rok was, de zon. Ik weet niet, maar ik heb de zon roze gemaakt hier zo. Dus dat is ook weer lekker legit gedaan. Wat is dit? De K van kaars. De B van boom, denk ik. Oh, hier zit alles aan elkaar vast. Oh, wacht. Hier zit nog een boek. Het telboek. Wat voor achterlijke boeken had ik allemaal? Oh, hier heb ik legit niks in gedaan. Een mens-tekeningen van Chester. Kijk, hier begon shit serieus te worden, jongens. Kijk even mijn pretback hier. What the fuck, jongens. Even kijken. Nou, wie heb ik hier getekend? Ik heb geen idee wat dit voor een raar wezen is. Maar, what the fuck. Dit lijkt gewoon op een fanmail video. Oh mijn god. Fase 6. What the fuck is dit, jongens? Wat? Tering. Oké. Oké. November. Dit is in 2005. Dit is dus 11 jaar geleden. Nee, nog niet eens. Het is 10 jaar geleden. En 10 jaar geleden tekende ik dit. Nou, dat is wel heel erg legit, Chester. Serieus. Goed gedaan, jongen. Ik ben trots op mezelf. Werkbladen. Ah, dat hoef ik jullie niet te laten zien, want dat zie je elke dag op school, werkbladen. En is het nou helemaal leeg? Ja, oké. Dit was dus mijn ene mapje ook. Deze, hij ziet er aardig dik uit, maar ik kan niet alles laten zien, omdat het ook gewoon heel veel pesso is natuurlijk. Maar ja, nu hebben we nog een paar mappen. Holy shit, wat is dit dan? Kijk even hoe dik dit is. Wat zit hier allemaal in? Mijn moeder heeft het bij de way echt allemaal bewaard. Wacht, dit klopt niet qua datum. Dit is mijn Pieter-diploma. Dat zullen jullie hier zien. Mijn zwarte Pieter-diploma. En dit diploma is behaald op 3 december 2004. What the fuck? Dit is lang geleden, boys. Oké. Nou, hier hebben we van die plakdingen. Ah, heel mooi gemaakt, dit Chesto. Hele mooie schaats heb je hier gemaakt. Heel mooi. Echt, ik ben trots op mezelf. Ik ben legit trots op mezelf. Wat is dit? Dat is een ei. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dat is een ei. Wat ook elk jaar. Wat? Ik was hier 1,12 meter. En ik woog 16 kilo. Dat kan niet. Ik woog geen 16 kilo toen ik 12 was. Dat kan niet. Dat is niet gezond. Kijk maar, dat staat hier wel. Dat ik 16 kilo woog, maar geloof ik, dat klopt geloof ik niet. Of ik moet het aan mijn moeder navragen straks. Maar daar klopt geen kut van. En hier heb ik iets heel moois gemaakt, namelijk. Een mooi lichaampje. Legit. Oh, dit is jammer. Ik woon in Nederland. Maar mijn hoofd is doorgekrast door de inkt. De inkt is verlopen door mijn hoofd is doorgekrast. Jammer dit zeg. Nou, I don't care. Even kijken. Ik had echt gewoon de raarste dingen moeten maken op school. Als ik dit tussen gewoon. What the fuck, joh? Waarom geef je dit aan mij op? Legit, wat moet de fuck moet ik met zo'n schoen? Even serieus. Nou, ik vind het alsnog wel leuk dat mijn maat heeft gehouden, hoor. Zo niet, maar als ik dit terug zie, denk ik echt van Chess. What the fuck is dit? Is er... Weet je, waarom moet ik dit maken voor school? Ben ik nou zo retard? Oh. Wat? Wat wou ik voor mijn verlanglijst? Ik wou serieus alleen maar auto's. En burn-out. Kijk maar, dit wou ik voor mijn verlanglijst hebben. Ik heb er legit niks van gehad. Want ik deed altijd andere dingen met mijn familie. Dit moest voor school zo. En we hadden ook altijd van, toen we in een grotere groep kwamen, kregen we altijd van die surprise dingen. En daar was ik altijd zo bagger slecht in. Maar even kijken, ik heb nog heel veel te doen natuurlijk. Zoals jullie weten, misschien dat er een deel 2 aankomt. Ik zit nu alweer zo wat bijna op 10 minuten. En ik ben pas bij 3 boeken en er komen hier nog allemaal losse dingen aan. Maar ja, dit is niet echt heel erg... Bijzonder, ja, dit is dus hier in Pasen 2006 is het weer. Dus dat is weer een paar jaar verder natuurlijk. Nou, hier heb ik een hele mooie giraf weten te maken. En ik weet nog wel altijd die ogen gingen altijd stelen op school. Als ik een ding ging, pakte ik altijd een handje en deed mijn tas. Oh, kijk nou. Zo'n kaart had ik altijd als je de klas rond mocht. Ik nam altijd zo'n dierenkaart. Echt maar, altijd. Nou, voor mij is dit niet meer echt heel veel speciaals of zo. Nee. Het is alleen maar weer van die kerstboekjes. Nog een Pieter-diploma. Dit is mijn Pieter-diploma uit 2006.
Dat is ook weer wat anders. Nou, oké. Okay. Ik weet niet of ik toen nog in Sinterklaas geloofde in 2006. Nou, oké. Okay. Dit boek is dus best wel dik, maar er zit best wel weinig in. Want het is heel veel karton. Dik karton natuurlijk. Maar, nu gaat het komen. Want nu ga ik schriften krijgen van mezelf. Zoals je hier ziet. Chesto, groep 4A, taaloefenschrift. Vol werd altijd opgezet. Dit was mijn vroeger. Ik herken deze schrift echt nog altijd. Ik kreeg altijd van alles een kleur. Oh ja, dit is mijn rekenschrift. Oké, maar laten we eerst beginnen met uitgroep 4. Mijn schrijfschrift. Daar moest ik natuurlijk oefenen met schrijven. Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk. Waarom ook niet, Chesto? Kijk even hoe fucking netjes dit is. Ik was echt netjes in schrijven. En op de basisschool mochten wij nooit in blokletters schrijven. En moesten wij altijd, in... Ik weet even niet hoe je dat zegt. Hoe heten deze letters? Laat even in de comments achter als je weet hoe deze letters heten. Schrijfletters? Ik weet niet. Zoiets. Maar kijk, natuurlijk steeds in het, verder in het boekje werd het ook allemaal moeilijker. Dus even kijken. We moesten ook op een gegeven moment de... ik weet niet of dat in dit jaar al was. Voor mij niet. Ja, je moest dan gewoon deze dingen gaan schrijven. En dan gewoon wachten dus tot alles... vol was. En dan kreeg ik als goed is een nieuw schriftje. Maar dit is het voldoende goed. Dus ik was altijd wel goed in schrijven. Maar ja, ik vond het altijd wel leuk. Want ik was best wel snel wel klaar mee. En hier komt mijn rekenschrift. Hier reken ik dus in. En nee joh. Oh mijn god. Dit was legit. What the fuck, ouwe. Wat? Dit was best wel makkelijk. Kijk. Hier is mijn handgetal wat lelijker, maar dit zijn de rekensommen die ik moest maken dus. Fucking makkelijk. Toen nog. Dit zijn gewoon minsommen. Maar verder, oh, en gedeeld door. Even kijken, hoe zit dit? Hoe zit het aan het eind van het boekje? Ja, dit is allemaal makkelijk. Gewoon 62 min 30 is 32. 64 min 10 is 54. Hier ging mijn juf zeiken dat ik mijn vorige bladzijde niet vol had gemaakt. Kijk, wat ik wel eens deed als ik... bijvoorbeeld, zoals je, even kijken. Ja, ik moest elke bladzijde volmaken. Dus als ik dit deed, zo dit overslaan, vond het niet goed. En moest ik heel mijn schrift opnieuw, althans moest ik een andere opdracht gaan invullen. En dat was echt fucking irritant. Want natuurlijk raak je weer in de war. En wat is dit? Dit waren dus onze taalschriften, of goed gelezen boek. Dit kreeg je, als ik moest lezen, moest je hier vragen in maken. En hier kreeg ik ook vaak een toets van. En ja, hier is me dus echt mijn handschrift echt fucking lelijk. Moet je maar kijken. Hier is mijn handschrift echt zo lelijk. Moet je even kijken, jongens. Holy shit. Maar hier schreef ik dus altijd in als ik zo'n boek moest lezen. En dit is dus mijn spelling. En het was altijd zo'n rare formaat. Niet zoals dat we nu hebben. Gewoon dat je allemaal lijntjes hebt. Maar hier is het echt... hier moest je tussen de gele lijn en de grijze lijn. Dus je had een heel klein... stuk om te schrijven, maar je moest wel bijvoorbeeld de K heel groot met het rondje maken tot de grote grijze lijn. Dus ja, weet je, het is heel erg legit gewoon. Ik vind het nog wel leuk dat mijn ma dit heeft bewaard gewoon, dus man, shout naar jou. En hier, wat hebben we hier? Dit is mijn taaloefenschrift, het is precies hetzelfde. Oh, wat is dit? Hier maak ik een tekening. Op een dag vloog kleine Peter steeds rechtuit. Op goed geluk. Hij wist niet waar hij zou landen. Weet je, zo'n kompas was stuk. Mijn kompas is stuk. En toen heb ik legit dit getekend. En toen... toen keek hij naar beneden. Wat zou dat nou zijn voor land? Tjongel en wobbelkrabbers. Het was New York. Wat interessant. Zo, juffrouw. Jij was gewoon een rijmen, jongen. Kijk, en dan had ik hier zogenaamd een wolkenkrabber getekend. Nou, helemaal mooi. Ik weet niet wat dit met spelling te maken heeft. Of met taal. Maar goed, taal is spelling. Maar ja... Oké, we hebben hier dus nog meer dingen, aparte bladen liggen. Dit zijn gewoon rare tekeningen van Malberg. I don't know wat ik hier heb willen tekenen, maar goed. Dat is niet heel erg speciaal. Nou, hier heb ik een heel mooi doodshoofd getekend of zo. Ik weet niet, maar ik ga even dit ding op mijn schoot zetten nu. Want het zijn nu toch alleen nog maar losse papieren, zowat. En die leg ik er nou wel weer los erin natuurlijk. Even kijken, wat is dit? Dit is een pinguïn. Hier heb ik een pinguïn gemaakt. Dit is wel lachen. Oh ja, zo moest ik altijd leren.
Zo, hier word ik echt helemaal gek van, jongens. Ik weet niet, herkennen jullie dit van de basisschool? Dit is dictée. Dit is dictée. En ik heb gewoon... Waarom heb ik dingen van andere mensen? Dit is Liam. Liam was een hele goede vriend van mij op de basisschool. Maar waarom heb ik dit in mijn kistje liggen? I don't know. Maar, oh die shit, wat is dit dan? Ik was echt een knutselwonderik. What the fuck is dit? Oké. Maar we gaan er gewoon een beetje doorheen. Dit was dus een van mijn eerste tekeningen die ik wel mooi heb ingekleurd. Zoals je ziet. Daar heb ik wel mijn best op gedaan. De rest boeien me niet zoveel. Oh ja. En hier had ik ook altijd zo'n hekel aan. Verkeersboekjes. Die waren echt zo kut altijd. Ook zo dom, je had ze zo snel klaar, man. Net zoals goed of fout. Kijk, zulke dingen. Deze moest je natuurlijk ook weten voordat je je fietsexamen had. Want toen ik mijn fietsexamen ging krijgen, moesten we ook heel veel van die boekjes leren. Nou, hier heb ik weer... Oh, wacht. Is dit mijn kamer? Volgens mij is dit mijn kamer, boys. Volgens mij moest ik hier mijn kamer tekenen. En heb ik het zo gedaan. Maar mijn muren waren nooit bruin, die waren geel. Nu zijn ze blauw. Ze waren geel altijd. Oké, en hier heb ik dus een tekening gemaakt met een zon en slangen. I don't know, hier zien jullie die slangen, hier. Zo. Wat, ik heb echt allemaal teringzooitje te maken, jongen. Je moest nog rekenen en dan elke uitkomst was een kleurtje. Maar ik kijk hier even snel doorheen. Want dit is niet heel veel speciaals meer, geloof ik. Oh, hier komen we weer wat tegen. Dit zijn gewoon kleurplaten. Die boeien niet heel veel. Wat is dit hier zo? Oké, dit is dus de volgorde van hoe een ei uit elkaar komt. Dus hier is de ei geel, of heel in het midden is hier een beetje gebroken en dan komt het kuikentje eruit. Dus heel mooi. En hier is het kuikentje geel. Ik weet niet. Oh, zie je, toen was ik al verslaafd aan Twitter, jongens. Toen was ik al verslaafd aan Twitter. En hier komt weer een mapje. Waar ik een soort van zeeding heb getekend, zoals je ziet. Ik weet niet wat me toen bezielde. Maar goed, dat kan allemaal aan mijn liggen. Oh, die shit, dit is mijn hand, jongens. Dit was mijn handje. En kijk wat mijn hand nu is. Kijk. Ik ga het laten zien. Wacht, ik moet het beter hebben. Kijk, dit is mijn hand hier. En als ik nu mijn hand opleg, is hij echt vele malen groter dan hier zo. Holy shit, dat is echt cool, man. Dat is wel gaaf. Nou, dit is weer een soort van stropdas. Zoals je ziet. Hier zo heb ik, zitten krassen. Want dat was goed in een krassen. Nou, wat hebben we hier nog meer? Het grote kledingsorteerboek. Oh, leuk man. Ik moest kleding gaan sorteren. Woehoe. Ik heb twee broeken in het papier geplakt. En dat was het. What the fuck. Hey, cool man. Een envelop. Met mijn naam erop. Wat zit erin? Wat? Dat is een foto van mij. Hey. Chess Sales Cowboy. Kijk dan jongens. Ik heb ook nog alle oude foto's in deze bak gevonden. Die liggen nu op dit moment beneden. Dus laat even in de comments achter of ik die foto's eventueel ook moet laten zien aan jullie. Het lijkt me wel lachen. Ik heb hier nog een envelop met foto. En dat was ik. Bij mij op het plein met een zwarte piet. En ja, bekijk het zelf maar. Holy shit, zwarte piet. En kijk je zo. What are those? Serieus, Jess, wat de fuck had ik aan daar zo? Ik heb letterlijk geen idee. Er zit niks meer in deze envelop. Nou, jij hebt een tulp gemaakt. En ja, dit is gewoon om niet om aan te zien, vind ik zelf. Wat was dit? Geen idee wat dit is. Een rondje. Oké. Nou, wat is dit? Dit kan ook allemaal opzij, want het is niet heel speciaal. Als ik iets speciaals tegen kan, laat ik het wel zien. Nou, dit is een heel mooi hartje, jongens. I love you. Ik hou van jullie. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Love you. Bam. Die ook even hier. Dan krijg je hier een heel gek papier of zo. Er zitten van die glitterdingen. Nou, dat ga je niet openmaken, anders zit helemaal kamer onder. Sorry. Kijk, laat het ook even hierboven zien. Hier zitten van die glitters op. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ja, je ziet het wel. Er zitten van die glittertjes op. Die waren altijd heel kut als je daarmee ging verven en zo. Dan zit je helemaal onder aan het eind van de les. Hier heb ik een soort van schaapvarken gemaakt of zo. Een schaapvarken met een fucking sneeuwpop eraan vast. Zoals je ziet. Nou, hier hebben we weer lege blaadjes. Oh, althans gekraste blaadjes. Een paraplu. Dus die gaat me wel helpen tegen de regen, zullen we zien. Leeg papier. Nou, ik heb papier met dit erop. Nog meer papier met dit erop. Wat is dit?
Dit is dus legit een Zwarte Piet, zoals je ziet. Dus, hallo iedereen. Mooi gemaakt, Chester. Leuk gedaan. Dit is een vlinder, denk ik. Dit moet een vlinder voorstellen. Dus zie je hem al wapperen zo. Wiep, wiep, wiep. En dit is een zak. Dit is een zak van Zwarte Piet, denk ik. Dat denk ik. Dat moet ik me nog herinneren. Nou, weer leeg papier. Nog meer leeg papier. Nou, een sneeuwpop in vierkantjes gemaakt, zoals je ziet. Zo. En dan ja, voor de rest is het alleen maar ja, geplakt papier. Even kijken. Ja, allemaal geplakt papier. En dan heb ik hier nog iets wat een koker is met allemaal van deze dingen eraan. Dus hey. Ik heb gedaan, wat is dit? Ik heb een fotoholletje. Wat is dit? Huh! Jongens! Een fotorolletje nog met een rol erin. Krijg je dit eruit? Oh shit, I fucked up. Kijk, dit is die fotorol. Die ga ik wel even heel houden. Mochten we die eventueel ook nog terug kunnen kijken. Misschien hebben we al die foto's al afgedrukt. I don't know. En wat is dit? Jongens, wat ik dus hier heb, is echt gewoon nostalgie. Dit is een Discman. Kijk even, dit is een Discman gewoon, boys. Hoe gaat dit open? Open. Deze is echt oud. Kan je zien hoe die is gemaakt? Nee, geloof ik niet. Dit is echt serieus kicken. Oké, die ligt dus hier op de bodem. Als het goed is hier met kabels en headset. Dus willen jullie nog een mooie headset hebben? Laat het even weten en dan krijg je een mooie surround sound. In de loop der jaren zijn gewoon die oortjes helemaal gaan rotten. Kijk dan. What the fuck? Nou, oké. Jongens, dit is het laatste wat nog in de bak zit. En dat was het. Dus mocht je genoten hebben van deze video, laat je blauw duimpje maar achter. Wil je natuurlijk ook dat ik kinderfoto's ga bekijken met jullie? Laat dat even in de comments achter. En dan ga ik dat misschien binnenkort voor jullie doen. Dus, bedankt voor het kijken jongens. Tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video. Vergeet niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Helpt natuurlijk enorm. 100 likes zou awesome zijn. En tot morgen jongens. Doei. I got broads in Atlanta, just the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, wait and see, look like a